Hallo allemaal en welkom weer bij deze nieuwe aflevering van Vraag Het Tom. We hebben weer een prachtige vraag binnengekregen. En die vraag is: wat zegt de Bijbel over het opdragen van kinderen? Nou, in veel kerken zie je dat één keer in de zoveel tijd de nieuwgeboren kinderen opgedragen worden. Wat betekent dat uh, de zegen over hen uitgebeden wordt? En iemand vraagt zich wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Waar zien we dat in de Bijbel? Dat is een hele goede vraag. Het houdt zich ook een beetje tot het thema van de waterdoop, de geloofsdoop, zuigelingen of babydoop. Ik heb daar een boekje over geschreven, de kracht van de waterdoop is gratis te bestellen in onze webshop. Dus als je daar meer over wilt weten, wil ik je daarna verwijzen. Maar ik wil even kort wat uitleggen over het opdragen van kinderen. Wat zegt de Bijbel daarover? Nou... Wat we zien in de Bijbel, sowieso in het Oude Testament, daar zien we dat een nieuwgeboren kind, kindje en specifiek de jongetjes, die werden opgedragen aan de heren. Die werden uh, naar de tempel, naar de tabernakel gebracht en er werd dan een offer voor ze gebracht. En dat werd ook bij Jezus gedaan. Toen Jezus geboren werd, daar zien we Lucas 2 vers 22 en dan staat er, zij brachten, dus Jozef en Maria brachten hem, Jezus naar Jeruzalem om hem aan de heren voor te stellen. Ja, het is niet zo dat God Jezus niet kende, het was zijn eigen zoon. Maar het was voordragen, opdragen. God erkennen dat hij dat leven had gegeven. Zoals geschreven staat in de wet van de heren, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zo heilig voor de heren genoemd worden. En ze brachten volgens een offer. Dus je ziet, ze brachten Jezus naar de tempel, ze brachten een offer en ze uh, droegen hem daarop aan de heer. Ze zeiden, heer neem dit leven, we wijden dit leven aan u toe. Dus dat is iets wat onder het oude testament gebeurde. Nou, wat we in het Nieuwe Testament zien, is dat Jezus de kinderen bij zich haalt, hen de handen oplegt en ze zegent. Lees in Marcus hoofdstuk 10, vers 13. Daar staat: Zij brachten kinderen bij hem opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die ze bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei: Laat de kinderen bij mij komen. En verhinder hen niet, want voor zulke is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen en hij zegende. Hij legde hand op hen en hij zegende hen. We zien dus dat Jezus het voorbeeld geeft dat hij die kinderen bij zich roept: Hij omarmt ze, hij legt handen op die kinderen en hij zegent ze. Hij spreekt de zegen van God uit over hun leven. Nou, en verder zien we in de hele Bijbel de instructie om te zegenen. En om de zegen uit te spreken. We zien het in het Oude Testament al dat wat we noemen de aartsvaderen. Denk aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Dat die op bepaalde momenten de kinderen bij zich riepen, handen op hen legden. en begonnen te proclameren, te spreken de zegen van God over hun kinderen. En ook in het Nieuwe Testament hebben we de opdracht om te zegenen, om elkaar te zegenen. 1 Petrus 3, vers 9 zegt in het tweede gedeelte van dat vers, zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Dus Petrus zegt, zegen elkaar, want daarvoor ben je geroepen. Dus wij zijn geroepen om te zegenen. Nou, dat er zijn even een aantal dingen over het zegenen en specifiek ook het zegenen van kinderen. Nou goed, wat zegt de Bijbel concreet over het opdragen van kinderen? Het is, om het zo maar even te zeggen, het is niet een oproep of een opdracht in het Nieuwe Testament om elk nieuwgeboren kind naar de gemeente te brengen en daar te zegenen en handen op te leggen. Dat is geen instructie bijvoorbeeld, zoals de waterdoop wel is. De waterdoop is echt een opdracht, laat u dopen. De, op, de, de, de doop was niet iets optioneels. Um, we hebben geen instructie, als het ware. We hebben geen tekst die zegt: laat ieder nieuwgeboren kind naar de gemeente gebracht worden opdat ze hand op hem leggen en hem zegen. Dat is geen instructie. Dus het is niet iets wat per se moet, laat ik het zo zeggen. Het is geen opdracht. Maar. We hebben wel de opdracht om te zegenen. We hebben het voorbeeld van Jezus dat hij de kinderen bij zich liep en ze zegenen. We hebben de voorbeelden uit het Oude Testament. Dus het is ook zeker niet fout. Sterker nog, ik denk dat het iets heel erg goeds is. Dat het iets heel erg moois is om kinderen op te dragen aan de Heer. Te zeggen: Weer, we geven hun leven in uw handen. We verwachten ook dat u ze zal gebruiken, dat u ze zal zegenen. En dat je de zegen daarover uitspreekt. Dat is een heel mooi iets. Een Bijbels iets. Jezus geeft ons dat voorbeeld. Dus ik denk dat dat ook een heel goed iets is. Om te doen. Dus dat is eigenlijk het antwoord op de vraag: wat zegt de Bijbel over het opdragen of het zegenen van kinderen?